Betekent dat dan als je een linkse combinatie zou gaan leiden, dat je dan je huis moet verkopen en in een omgebouwd kippenhok in Boksel moet gaan wonen? Wat is er nou voor slap gelul? Het verlossen, kunt u mij horen? Nog ruim 12 weken tot de Tweede Kamerverkiezingen. Er is weer een nieuwe peiling is er gedaan deze week. En de partij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt komt uit op 31 zetels. En zou daarmee in één klap de grootste worden. Ja, dat is een hele interessante peiling. Het is wel een peiling, laten we dat vooropstellen. Het was een hele interessante peiling. Want is die nieuwe partij, Nieuw Sociaal Contract, kwam op 31 zetels binnen. De combi van GroenLinks, Partij van Arbeid, kwam op 28 zetels binnen. De VVD komt op 22 zetels binnen. Verreweg de interessantste ontwikkeling natuurlijk. De dominante politieke partij van het afgelopen anderhalve decennium verliest zodanig dat als deze peilingen enigszins een indicatie zijn, dat ze het wel kunnen vergeten dat ze die dominantie in de komende jaren zullen voortzetten. Ja, 12 zetels eraf. Ja, precies. Het was natuurlijk voor D66 en CDA ronduit dramatisch. En daar blijft eigenlijk maar weinig van over. Ja, CDA, drie zetels voor het CDA. En wat natuurlijk interessant is, dat ook de BB-mevrouw, oh nee, dat mag ik niet meer zeggen, mevrouw van der Plas, die virtueel nog bij die Provinciale Statenverkiezingen virtueel ook op zoiets van 1 of 32 zetels zat voor Tweede Kamerverkiezingen, die valt terug naar 13. En het is ook langzamerhand nog wel, ik bedoel, we zullen het zo ook over Omtzigt hebben, ook deels in positieve zin. Naar mijn idee verdient hij dat wel, maar het is voor het Nederlandse electoraat lijkt toch wel een beetje, Tom, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, bezopen onder invloed van stimulerende middelen. Ik weet het niet precies, maar het is duidelijk dat een deel van het Nederlandse electoraat volledig de weg kwijt is. We hebben nu nog ditzelfde jaar heeft mevrouw van der Plas, die heeft nog virtueel 31 gescoord en nu is het 13. Hallo. Ja. Dat zijn hele wonderlijke dingen die volgens mij, als je kijkt, anders een beetje natuurlijk, die 20%. Wat we eerst 15% hadden, zeiden van de halve haren, maar nu 20%. De groep wordt wel groter en groter, die in feite getuigt van het feit dat ze geen enkel politiek, ideologisch, misschien ook sociaal-economisch houvast blijken te hebben. En bereid zijn als er morgen een iemand zegt dat hij die geweldig leuk heggen kan knippen. En dat wil hij ook in de politiek gaan doen. Dan krijgt hij ook 15 zetels in de Kamer. En het is, ja, je zou zeggen, waarom heggen knippen? Dat komt natuurlijk op een enorme grote hecht uit. Kijk, morgen knipt hij. Maar dus ja, het maakt een beetje een koortsige indruk, toch? En nee, als de politiek is volledig gedestabiliseerd, dan komt het toch wel op neer. Maar goed, nu naar Omtzigt, want ik vond op zichzelf, we wisten natuurlijk bij de vorige gelegenheid nog niet of hij het zou doen, ja of nee. Maar ik vond ook de indicaties die hij gaf van de richting die hij op wil, die vond ik eerlijk gezegd enorm interessant. En zeker niet verschrikkelijk rechts, ik heb het al eerder gezegd. Rechts Nederland schijnt te denken dat hij Omtzigt een enorm rechtse man is, maar dat is hij helemaal niet, blijkt mij. Het is eerder iemand die zich zorgen maakt ook over sociale dingen. Dat is dat hele punt van die bestaanszekerheid. En het feit dat wat zei hij ook alweer, 400.000 mensen stevig tegen zitten. Die niet lijden misschien in andere Nederland, maar die zijn aangewezen op hulpmaatregelen, voedselbanken enzovoort. Dat is heel zorgelijk. Hij heeft dat ook gekoppeld aan de grondwetsartikelen die er ter zake zijn. En waar de Nederlandse overheid zich de afgelopen jaren, we hebben het ook vaak over gehad, totaal niet gehouden heeft. En dan is er die kwestie van, laten we zeggen, de effectiviteit van het bestuur. En daar ligt dat punt van het herstel van vertrouwen van de burgers in wat de overheid kan doen. En daar, ik zag eigenlijk zijn punten als de eerste keer dat toch vrij structureel
duidelijk wordt gemaakt hoezeer de VVD als leidende partij in de afgelopen 13 jaar niet wat gefaald heeft. Bestaanszekerheid, dat is een sociaal issue. En natuurlijk uiteindelijk is ook het vertrouwen van burgers in de overheid, dat nu de toeslagenaffaire was, Groningen, of al die drama's die we gehad hebben in de afgelopen jaren, drama's veroorzaakt door overheidspolitiek. Onder leiding, laten we toch nog maar een keer duidelijk zeggen, uiteindelijk onder verantwoordelijkheid van de VVD als leidende politieke partij. Dus ik zou zeggen, kijk nou wat zich nu voltrekt. En dan zie je eerder een soort van hè, dat in die reacties op het programma van Omtzigt, die 31 zetels, dat getuigt meer van een trek naar het midden dan een trek naar rechts, zou ik zeggen. Ik zie, de VVD heeft met trots aangekondigd dat ze gaan met de PVV weer willen samenwerken. En Omtzigt heeft duidelijk gemaakt dat hij niets met de PVV te maken wil hebben. En als je daar nou even over nadenkt, en je denkt, dan zit je toch gestuurd. Nogmaals, het zijn peilingen. We gaan het zo nog even hebben over of Omtzigt wel zo groot wil worden en wat hij daaraan zou kunnen doen. Het zijn peilingen. Maar wat valt je op bij deze twee peilingen? Dat er natuurlijk maar twee partijen zijn die het echt goed doen. Dat is de linkse combi en dat is Omtzigt. Dat zijn beide partijen die uiteindelijk sociaal gericht zijn. Als het goed is, het niet waar gedreven worden door sociale idealen. Dus ja, ik tel ze even bij elkaar op. Oké, het zijn peilingen, dan zit je op 60 zetels. Nou, dat is beter dan wat rechts in het veld kan brengen, als ik het zo bekijk. Tenminste natuurlijk omdat de BBB natuurlijk ook relatief, allemaal virtueel, van 32 naar 13 zetels terugvalt. Maar nu de vraag natuurlijk, Omtzigt heeft duidelijk gemaakt, heel verstandig naar mijn idee, A, dat hij in de Kamer wil blijven zitten, dat juich ik zeer toe. Eerlijk gezegd, ik vind ook dat politieke leiders eigenlijk in het parlement moeten zitten. Ja, dat doet me ineens denken aan Hoekstra, die moeten we ook niet vergeten, hè. We hadden een zakker gestreken om die Hoekstra daarin te parasiteren in Brussel. Maar goed, even verder met Omtzigt. We weten niet precies of die zo groot wil worden. Maar ik zou zeggen, het hele idee van de VVD, dat er een unieke kans was om over hardrechts Nederland te garanderen in de komende jaren, is naar mijn idee in scherven gevallen. Het is volgens mij niet de intentie van Nederlandse kiezers, hoe onrustig en instabiel ze ook mogen zijn, om een veilig en hardrechts kabinet te krijgen. Daar geloof ik niks van. Het is ook opvallend dat Omtzigt niets over immigratie heeft gezegd in zijn eerste, niet waar, suggesties over waar het heen zou moeten. Ja, of die, kijk, waar haal je godsnaam 31 bekwame leden van de Tweede Kamer vandaan, joh? Ik bedoel, het is al de vraag of er op dit moment 31 bekwame leden in de Tweede Kamer zitten. Dus ja, het is een, hij zag zelf ook wel de problemen, maar hoe die natuurlijk, het gekke is dat de grootste bedreiging van Omtzigt is zijn eigen succes. En de diepere wortels van zijn eigen succes. Namelijk dat het niet zulke hele diepe wortels zijn. Want als je nou iets kunt zeggen, ook over natuurlijk mevrouw van der Plas, zo gewonnen, zo geronnen. Hè? De ene moment ben je de held, of de heldin in dit geval. En de volgende moment ben je, nou ja, tel even 32 min 13. En het volgende keer ben je, allemaal virtueel, alles 19 zetels kwijt. Hè? Dat is natuurlijk toch ja, een hele vreemde ontwikkeling die zich daarvoor doet. Ik heb geen idee hoe Omtzigt erin zal slagen om zijn succes te beperken. Want zijn ware succes op wat langere termijn ligt in de beperking van zijn succes. Want je begrijpt, als het bij mevrouw van der Plas zo gewonnen is, is het ook bij Omtzigt zo gewonnen. En die steun die wortelt niet diep. Die steun is een beetje de waan van de dag, laten we het maar even zo zeggen. Wij worden in toenemende mate, niet waar, fladdert Nederland electoraal heen en weer, niet waar, op basis van de thermiek van de waan van de dag. Hmm.
Nou, is die naam van die partij, Nieuw Sociaal Contract, is gebaseerd op het boek wat hij eerder heeft geschreven. Hè? En daar staat ook een deel van zijn plannen in. Heb jij dat boek gelezen? Nee, dat heb ik niet gelezen. Nee, had ik verwacht toen dat boek uitkwam dat hij op 31 zetels geteld zou worden bij die eerste peiling? Nee, dat had ik niet verwacht natuurlijk. Nogmaals, nee. We hebben het er uitgebreid over gehad. Ik vond en vind hem een bijzonder bekwaam Kamerlid. Of hij de enorme beloftes die hij natuurlijk eigenlijk doet nu, hè, een nieuw sociaal contract, dat is geen kattenpis. Als je dat serieus neemt, als het meer is dan, laten we zeggen, reclame voor een nieuw wasmiddel, een nieuw sociaal, nou ja, dan beloof je iets wat je zelfs op middellange termijn zeer de vraag is of je dat waar kunt maken. Hè. Omdat natuurlijk het verpesten van het sociale contract, op zichzelf is dat juist, onder leiding van, niet waar, neoliberaal beleid, in het bijzonder natuurlijk onder verantwoordelijkheid van het PVD, is het sociaal contract grondig verpest. De grootste vreugde die ik put uit de gebeurtenissen van de afgelopen week, is dat ik fervent hoop dat de VVD niet meer de grootste partij wordt. En in feite dus ook niet meer de politieke leidcontour, zoals de Duitsers dat noemen, kan bepalen. Dat is het. En dat lijkt mij de grootste winst van Omtzigt, hoe gek het ook klinkt. Niet waar, Omtzigt is de ware vijand van de VVD. En natuurlijk ook van zijn oude partij waar niets van overblijft. Ja, nou voor heel veel partijen, hè? Want er zijn heel veel kiezers enthousiast over Omtzigt. Ja, zeker. Maar natuurlijk wel vooral toch kiezers van de zo gewonnen partijen. Ja, als je kijkt wat hij dus zegt, nou die nieuwe bestuurscultuur, maar dat hebben we al eerder gehoord bij andere partijen. Hij wil ook het realiseren van een ander kiesstelsel, dat wil hij op de agenda zetten. En het installeren van een grondwettelijk hof. Ja, ik ben het tegen een grondwettelijk hof. Kijk naar de Verenigde Staten en de onbeschrijfelijke ellende die daar veroorzaakt is door het grondwettelijke hof. Maar wat doet dat hof? Dat hof toetst de wetgeving aan de grondwet. En nou ja, dat in Amerika is dat een hele discussie wat die mensen die ooit de grondwet hebben geschreven, omdat de Amerikaanse grondwet natuurlijk dateert uit de late 18e eeuw, de onze bepaald niet, die dateert van 83, maar daar komt altijd, het feit is dat zo'n toetsingshof, dat altijd in politieke handen raakt en dan gaan we een ruzie maar maken en dan wordt het herrie over wie erin komt en wie er niet in komt, hè. Ik zou zeggen, laat elke individuele rechter maar toetsen. Dat is eigenlijk een betere oplossing. Dan moet ik niet zeggen dat die toetst, maar in feite is natuurlijk veel rechtspraak, is in feite al impliciete toetsing. Volgens mij, maar goed, misschien moeten we daar een juridische deskundige voor vragen. En dan natuurlijk, ja, de eeuwige roep om een ander kiesstelsel, daar ook zou ik zeggen. Kijk dan naar Engeland en de Verenigde Staten, waar een ramp eigenlijk een districtenstelsel kan veroorzaken. Als je dan al een districtenstelsel zou willen, sla dan de blik eens op het Duitse politieke systeem. Dat heeft veel minder mogelijkheden om de boel te belazeren, zoals dat bijvoorbeeld in de Anglo-Saxische landen het geval is, waarbij natuurlijk een districtenstelsel vaak buitengewoon ondemocratische resultaten genereert. Laten de mensen daar maar eens even naar kijken. En dan is het natuurlijk een ander punt. Wil je dit realiseren? Het is allemaal, is daar grondwetswijziging voor noodzakelijk. Hmm. Dat wil zeggen, hè, eerst moet het allemaal goedgekeurd worden. En dan moeten de verkiezingen zijn. En dan moet het nog weer een keer met 2/3 meerderheid, als ik het wel heb, goedgekeurd worden. Eerst en Tweede Kamer. Nou ja, dat zijn echt lange termijn projecten. Dan is de huidige, juist door de instabiliteit van de huidige politieke constellatie, zie ik dat allemaal niet gebeuren. Ik ben ook geen groot voorstander, sterker nog, ik ben een tegenstander van dit soort van suggesties ter verbetering. Het komt allemaal neer op het democratiseren van de democratie en dat moeten wij vooral niet doen. Maar wat zou het effect zijn van een ander kiesstelsel? Zou je daar bijvoorbeeld ook die wat kleinere partijen weren? Nou, er zijn wel lollige onderzoekingen waar je kunt zien bijvoorbeeld dat in de afgelopen jaren bij een typisch Angelsaksisch districtenstelsel de VVD geloof ik 130 zetels zou krijgen of zo, omdat ze overal in die kiesdistricten
in principe de grootste partij zouden zijn. Hmm. En dat, ja. Dat je nog maar een soort van franje overhoudt van voor andere partijen. Dat zou natuurlijk in de loop der tijden wel veranderen als je zo'n systeem hebt. Maar we hebben helemaal geen behoefte aan zo'n systeem. Onze parlementaire democratie werkt vrij redelijk. Behalve met de aantekening dat Nederland de afgelopen kwart eeuw slordig en slecht bestuurd is. Mm. En wat dat betreft, niet waar, is Omtzigt een nuttige figuur dat hij dat nu ook aankaart. Mm. Ja. Dat hij bovendien zijn eigen beperkingen goed ziet, wil in de Kamer blijven zitten en wil zijn beweging, want dat is weer een beweging, beperkt houden. Het is heel benieuwd hoe hij dat precies gaat doen. Er zijn niet zomaar uit Nederland 31 bekwame Tweede Kamerleden te plukken. Die bereid zijn natuurlijk het risico te nemen daar te gaan zitten. Want wat voor wortelgaranties heb je in een zo volatiel klimaat als de Nederlandse politiek is geworden in de afgelopen jaren. Hetzelfde dat krijgen we na de verkiezingen van november een nieuwe regering die er weer een jaar zit. En weer ruzie overal over gaat maken en machteloze indruk maakt. Dus ja. Het afbreukrisico in de politiek is ook gigantisch. Dat zal Omtzigt zichzelf ook denk ik wel realiseren. Afbreukrisico is groot. Kijk eens naar mevrouw van der Plas. 19 zetels kwijt in, wat is het, 6 maanden? Nog niet eens. Nou, is het wel zo dat Omtzigt dat ook bewust is? Hij zegt, het is niet verantwoord om als nieuwe partij meteen met zoveel zetels zoals nu in die peiling wordt voorspeld. Hij heeft nog niet duidelijk gemaakt hoe hij dat aantal zetels gaat beperken. Nee. Komt hij maar in een aantal districten uit? Dat is niet helemaal duidelijk. En gaat hij alleen in Overijssel iets doen? Of ook in aanpalende oostelijke provincies? Het is absoluut niet duidelijk hoe dat moet worden gedaan. Want dit is... Dat is zelf natuurlijk een unicum. Een partij die helemaal niet al te groot wil worden. Dat is een vrij unieke situatie. Nee, maar dat hij wel zegt verantwoorde groei. Dat geeft natuurlijk ook heel veel kiezers vertrouwen. En daardoor zeggen ze, nou, we stemmen op die man. Ja, dat zou kunnen. Maar ik begreep ook uit de onderzoekingen dat de kiezers juist bitter teleurgesteld waren. Dat Omtzigt niet heel groot wilde worden. Maar dat hij het voorlopig beperkt wilde houden. Ja. En dat lijkt mij ook weer zo heel onverstandig van de kiezers die er over het algemeen toch weinig van begrijpen. Hij heeft een oproep geplaatst op zijn website waarin hij mensen die dus met hem mee willen doen en die dus ook mogelijk Kamerlid willen worden, die kunnen daar solliciteren. En voor de rest zegt hij dat hij al wat gesprekken heeft gehad met mensen en dat hij begin september gaat aangeven, dit wordt onze kandidatenlijst. En dat zouden dan geen 40 moeten zijn, maar bijvoorbeeld naar 15 of 20. Nou, ik ben er erg benieuwd hè? Wie dat dan zijn. Ik bedoel, als je natuurlijk oproept op zo'n website voor kandidaat, dan heb je natuurlijk een gigantische lawine van querulanten en halve haren. Niet waar die het land komen met de onderleiding van Omtzigt. Ja. Ik moet zeggen ook, dat werd in de kranten, werd natuurlijk een paar van die profielen geschreven van zijn medewerkers. En dat is serieus volk. Hè? Dat zijn niet de bekende rechtse kletsmajoors die we hebben leren kennen in de afgelopen jaren. Ja, en ook wat ex-CDA'ers die de overstap maakten. Ja, allemaal begrijpelijk, toch? Ja, ja. En nog eventjes over dat grondwettelijke hof, hè, wat hij wil. Is het niet wat de taak die daar wordt neergelegd in zijn plannen, wat de Eerste Kamer eigenlijk moet doen? Nou, dat zou je kunnen zeggen. Ja, de Eerste Kamer is nogal verpolitiekt. Zo vroeger overigens ook wel eens gebeurd, hoor. Het is niet altijd zo dat het de Eerste Kamer een brave chambre de réflexion was, zoals het dat dan misschien zou moeten zijn. Maar het zou wel denk ik nuttig zijn voor de Eerste Kamer om eens aan wat eigen zielenonderzoek te doen. Van zijn wij op de juiste weg? Of leveren wij zelf een bijdrage in feite aan de instabiliteit van de Nederlandse politiek? En naar mijn gevoel is dat in feite wat de Eerste Kamer gedaan heeft in de afgelopen jaren. Dat heeft weer te maken met een praktisch onoplosbaar probleem. Namelijk dat de opkomst bij provinciale statenverkiezingen, die leiden immers de samenstelling van de Eerste Kamer en de opkomst bij normale parlementaire verkiezingen totaal verschillend is. Ik bedoel, bij de ene verkiezing komt in Nederland zo'n 75% tot 80% op en bij de andere verkiezing komt 50% op. Ja, dat maakt nogal verschil.
Want dan komen er ook heel verschillende, laten we zeggen, groepen, niet waar, manifesteren zich dan. En bij die, al die verkiezingen die we tegenwoordig hebben, het zijn vooral oudjes die trouw ter stembus gaan. En de jongelui die komen dan misschien alleen opdagen bij normale parlementaire verkiezingen. En dan ziet zo'n Kamer er natuurlijk heel anders uit dan de Provinciale Staten er nu uitzien. Ja. Kijk, M. Verossum gaat altijd stemmen. Maar dat is voor heel veel Nederlanders is dat helemaal niet een uitgemaakte zaak. Nee. Nog één dingetje uit die peilingen halen. Het CDA, jij noemde het al, 12 zetels in de peiling eraf op 3. En daar is Guus Valk, journalist van de Kwaliteitskrant, die heeft een stuk geschreven. En die zegt, het CDA is dan wel in verval, maar de christendemocratie is springlevend. En Pieter Omtzigt en ook de BBB, die bouwen voort op dat CDA-gedachtegoed. Ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het volledig mee eens, ja. Ik begreep dat Omtzigt zijn religieuze overtuigingen serieus neemt. En ook als je naar zijn kiesgedrag kijkt, want hij stemde vaak met de SGP mee. Dus op zichzelf heeft de Valk daar groot gelijk in dat dat zo is. Die sentimenten die zijn er wel degelijk. En want ja, je leest altijd in de krant dat de secularisering in Nederland voortgang maakt. En dat is ook waar. Meer dan de helft van Nederland, niet waar, zegt tegenwoordig geen specifieke religieuze overtuigingen meer te hebben. We geloven dan wel in iets, het bekende ietsisme. Dingetje nou ook alweer, ja, hij is zo ver afgedwaald dat ik zijn naam ook niet meer weet. Maar goed, het ietsisme. Maar feit is natuurlijk dat er weinig aandacht is voor die kleine helft, die iets kleinere helft, die nog wel religieus bewogen is. En nou, daar hoort Omtzigt evident bij. Ja. Zonder meer, dus dat is een volkomen juiste observatie. Alleen zal meneer Bontebal, die zal het niet zo fijn vinden. Nee. Nee, uiteraard. Er wordt ook verwezen naar het grondslagendocument dat Pieter Omtzigt heeft gepubliceerd. En CDA'ers zeggen, nou, daar staat eigenlijk precies in wat het CDA altijd heeft geroepen, maar nooit heeft gedaan de laatste jaren. Namelijk gemeenschapsdenken, het belang van het gezin en families. En ook hoe die ondernemingen ziet als kleine gemeenschappen die draaien om het welzijn van anderen. Ja, dat is natuurlijk allemaal hartstikke mooi. En sommige ondernemingen zijn dat, maar heel veel ondernemingen zijn dat ook helemaal niet. Ik bedoel, daar zit toch wel natuurlijk een beetje een element in van een idealistische retoriek die in de werkelijkheid vaak niet waargemaakt kan worden. Maar ja, ik denk wel dat het CDA spijt heeft van, niet waar, van zijn eigen beleid van de afgelopen jaren. Ja. Kunnen we nu even iets over Hoekstra gaan zeggen? Ja, zeker. Ga je gang. Wat een lamlendige streek van Rutte. Ja. Een soort van vriendjespolitiek. Nou is die Hoekstra is in alle denkbare opzichten de meest mislukte politicus van Nederland van de afgelopen 10 jaar. En dan maak je die geef je dus een ijzersterke post in Brussel. Ik vind het eigenlijk dat ook zomaar. We gingen er serieus over nadenken, zei Rutte. Nou, daar is serieus over nagedacht, zeg. En dan de tijd er ook voor, zei hij. Ja, daar hadden we ook alle tijd voor. Nou, we hebben het gemerkt. En een sterker staaltje van lullige vriendjespolitiek hebben we toch in jaren niet gezien. Ik vond het schokkend, om eerlijk de waarheid te zeggen. En zoveelste, de nieuwe bestuurscultuur. Weet je nog dat Rutte beloofde dat er een nieuwe bestuurscultuur kwam? Is toch wel weer typisch een Rutteaanse streek, toch? En wat vermoed jij dat die Hoekstra nog een keer, omdat het kabinet is geklapt, dat hij hem toch nog eventjes een fijn baantje wil gunnen? Ja, sis, pure vriendjespolitiek. Hij bedankt hem in feite voor het feit dat hij in de laatste 2 kabinetten een prominente rol heeft gespeeld. Ja, ja. Maar nogmaals, ik hou het erop dat Hoekstra de meest mislukte politicus van de laatste 10 jaar is. Hoekstra zelf zegt ook, ik ben nog kandidaat. Het is nog niet officieel. Het is wel heel eervol. En milieuorganisaties die zijn ook heel kritisch. Hè? Want die hebben gezegd, ja, god, er komt nog een heel onderzoek. En het Europarlement moet zich er nog tegenaan bemoeien. Maar dan nog, nee. Een typisch Rutteaans voorbeeld van oude politiek. Ja. Oude bestuurscultuur, laten we het even zo noemen. Juist. De directeur van Greenpeace die heeft gezegd, ik ben wit-heet, want Hoekstra is een oud Shell-medewerker en heeft als minister miljarden euro steun gegeven aan de KLM. Dus het is niet iemand die echt gevoel heeft bij het onderwerp. Nee, de milieuorganisaties waren ook erg boos. Kijk, op dat punt kan niemand zijn opvattingen bijstellen.
Bij mij ging het toch om het algemene beeld. Dat je eigenlijk gewoon zonder al te diep na te denken een daad van ultieme vriendjespolitiek. Het is nou werkelijk een beetje politieke maffia, hè? Zo, hè. Nee, ja. Ja, ben je in allerlei opzichten doodgelopen. Je zit te afvragen thuis, waar moet ik er godsnaam heen? En dan zorg er voor dat je een toppositie in Brussel krijgt. Ja. En Brussel zelf twijfelt dus ook nog, hè, of hij de juiste man is voor deze functie. Ja, maar daar hebben ze niet zo heel veel over te vertellen natuurlijk. Nou, hij moet op sollicitatiegesprek deze week. Moet er wel heel zwaarwichtig en bezwaren zijn tegen Hoekstra. Willen ze hem tegen kunnen houden, volgens mij. Maar ik begreep dat deze week moet hij bij Ursula op sollicitatiegesprek langs. Ja, sollicitatiegesprek, ja. Ik bedoel, als hij in zijn onderbroek bij Ursula binnenkomt, dan zal dat wel slecht zijn. Maar volgens mij is daar betrekkelijk weinig aan te doen. Gegeven het feit dat hij verder natuurlijk een serieus type is. Maar ja, het is een beetje dat afval van de Nederlandse politiek van de afgelopen jaren. Ja. En er is ook nog een hoorzitting waar hij langs moet gaan om uit te leggen waarom hij de geschikte eurocommissaris klimaat zou zijn. Ja, maar je begrijpt toch wel, Tom. Ik bedoel, dat als ik naar die hoorzitting ga, dan kan ik ook volledig overtuigend duidelijk maken dat ik een topcommissaris zou wezen. Hmm. Ja, terwijl ik dat van mezelf eigenlijk helemaal niet denk. Nee, nee. Uiteindelijk gaat hij het ook maar een jaar doen, hè? Want dan zijn er natuurlijk alweer verkiezingen volgend jaar juni. Ja, dat is de vraag. Hoe het dan met die continuering van die positie zit, dat weet ik niet precies. Ja. En dan zit je waarschijnlijk toch wel goed voor een eventuele verlenging van een echte eerste termijn. Maar goed, dat, ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit. Ja. Ja, er zijn meer mensen die ook zeggen wat jij zegt. Bijvoorbeeld Eus, waar jij laatst nog een gesprek mee had in Groningen, die heeft ook een column geschreven. En die zegt, ja, Wopke Hoekstra excelleerde eigenlijk nergens in, behalve in laten zien hoe je niet een partij moet leiden. Ja, dat heeft Eus wel goed geformuleerd, ja. Nou ja, wat ik daarnet zei, ik bedoel, het is toch de meest mislukte politicus van de afgelopen 10 jaar, toch? Ja. En over Timmermans gesproken, die is ook nu begonnen met de campagne. Van de week is die officieel gepresenteerd. Heb je daar nog iets van meegekregen? Nee, helemaal niks. Want ja, ik zit hier met vakantie, hè? Ja. Ja, ik zit eigenlijk vrij verrast te kijken naar buiten, want ik zie allemaal blauwe lucht en zo. En een beetje een zonnetje. Zo, nou ja, vanochtend met dat onweer dacht ik echt, het is klaar. Tessel zal van de kaart geveegd worden, bij wijze van spreken. Ik heb Timmermans helemaal niet zo gevolgd. Ik zou vooral Timmermans willen adviseren. Hou het rustig. Maak een verstandige indruk. Ga niet wild om je heen slaan. Ik denk, hij staat er goed voor. Voor zover ik dat kan zien. Zorg ervoor dat je een verantwoordelijke indruk maakt. En dan moet het in principe goed komen. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een heel verrassende. Als je nu naar die peiling kijkt, was die kwam vandaag geloof ik. Hè? Ja, dan is toch, kijk, als je het even in peilingen, dan moet je altijd de foutmarge in bedenken. Dan moet je toch zeggen dat Omtzigt, onze nieuwe verlosser, en hoe heet die, de linkse combinatie, dat die Frank Timmermans, dat die in feite ongeveer gelijk scoren. En zo op dit moment de meest significante nieuwkomers in de politiek lijken te zijn. Ja, ja. Timmermans deed ook nog een oproep, wat jij eerder ook in deze podcast hebt gezegd, van beste linkse partijen, met name dus SP en Partij voor de Dieren, trek nou samen op als één blok. Die oproep deed hij weer, maar de SP en die Partij voor de Dieren hebben weer gezegd, we voelen helemaal niks voor dat verenigingsfonds. Nee, de SP is natuurlijk een hopeloos geval. Dat blijft natuurlijk een beetje dorpspolitiek daar. En ja, de dierenpartij, want die dierenpartij zou, die natuurlijk heel succesvol is, en een tal van mijn kennissen stemmen op de dierenpartij. Maar wat heeft die dierenpartij nou eigenlijk precies bereikt? Sterven er nog dieren op een ongelukkige manier in onze slachthuizen? Nee, 16% van alle slacht gaat nog fout. Is de vleesindustrie toekoer, is daar fundamenteel iets aan gedaan? Nee, geen kloot. Hè? Ik ben lid van die Help de Varkensvereniging. Is daar daadwerkelijk iets mee gebeurd? Nee, no, en pet. Dus zou je ook als dierenpartij niet jezelf moeten vragen, sluit je aan bij een grotere coalitie? En misschien bereik je dan wel wat,
Ja, wat ze nu hebben bereikt is dat ze altijd gelijk hebben. Daar heb je ook geen zak aan, altijd gelijk hebben. Ja. Dus maar ja, ik ben het volledig eens met die oproep. Omdat links natuurlijk versplinterd is. Maar als je de boel een beetje bij elkaar houdt, dan kun je misschien niet al je geweldige idealen niet waar realiseren. Maar je kunt in ieder geval een deel van je idealen realiseren. Ja. Die bedenker van de Partij voor de Dieren, Nico Kofferman is dat volgens mij, die zei van ja, er moet wel nog iets te kiezen vallen op progressief gebied. En als je nou alles versmalt tot één blok, ja, dan kun je ook niks meer kiezen aan de linkerflank. Ja, dat zegt me verder niks. Dat lijkt me kerstkoek. Ja, hij wil iets kiezen, hij wil iets anders. Veel mensen zijn natuurlijk enorm gehecht aan hun eigen kleine partijtje. Want het zijn meestal natuurlijk een grote vis in een klein vijvertje. En ze vinden het vervelend om een kleine vis in een grote vijver te worden. Maar in een grote vijver is uiteindelijk je overlevingskans misschien toch beter. Of liever gezegd, daar kun je misschien je vissige idealen beter verwezenlijken tenslotte. Het gaat er uiteindelijk in de politiek om dat je iets realiseert. Dat je een concrete wijziging tot stand brengt. En dan kun je natuurlijk, die dierenpartij heeft in allerlei opzichten door een sympathiek clubje. Maar nogmaals, mijn vraag is, wat hebben jullie nou eigenlijk precies bereikt in de afgelopen, wat is het, 20 jaar, hoe lang bestaan ze? Ja. Nou, ja, en niet bijster veel, dan mijn idee. Nee. Nou, Marijnissen die zegt, de PvdA die doet altijd mooie beloften voor de verkiezingen, maar als dan de uitslag er is, dan gaan ze liever met CDA en de VVD in zee en doen ze mee aan die afbraak- en bezuinigingspolitiek. Nou, daar heeft ze natuurlijk deels gelijk in. Ik bedoel, ik word altijd beschuldigd van het feit dat ik een typische, verschrikkelijke, ontzettende, satanische PvdA ben. Maar ik wilde nog maar eens een keertje op wijzen dat ik sinds Sint-Jutemis niet meer op die partij gestemd heb. Omdat ik zo diep, diep verontwaardigd was over het kabinet Rutte 2. Ik zal nu overwegen wel op die combi te stemmen, dat begrijp je ook wel. Omdat ik altijd heb opgeroepen tot samenwerking. Maar ja, wat dan is toch de vraag aan mevrouw Marijnissen, wat zij precies bereikt, niet waar, in de markten van de Nederlandse politiek, helemaal geen reet. Ja, nou kijk, als je kijkt, de Partij van de Dieren stijgt overigens 2 zetels in die peiling van vandaag. Ja, daar heb je het al, die partij die stijgt. Op 8 zetels komen ze uit, dat is toch niet niks. Nee, daar gaat mijn broer ook op stemmen. Dit is ook zo van, ja, ik weet het, de rest, dat is helemaal niks. En dan is het partier, ja, iedereen is voor de dieren, dat begrijp je wel. Allemaal enorm voor de dieren. Maar wie is er nou tegen de dieren? Een kip is dat tegen de dieren. Zie je ook een hele leuke merel rondlippen in die tuin met zo'n kwiekblikje naar buiten toe. Nee, vraag je nou eens af hoe je nou die in Nederland die vleesindustrie, hoe je of die hele agrarische, dat hele agrarische productiesector, hoe je die aan zou kunnen pakken. En dan ben ik niet onder de indruk van wat al die kleine partijtjes, hoe idealistisch ook, bereikt hebben. Maar weinig. Ja. Nou, ik zit even te tellen, als je dus die combinatie PvdA, GroenLinks 28, Partij voor de Dieren achterbij, zit je op 36, dan heb je de SP met 5. En dan ga je al over de 40 heen. Nou, tel daar Volt nog bij op. Dan kom je toch op een behoorlijk aantal. En als je dan Pieter Omtzigt erbij telt, dan kom je misschien wel aan een meerderheid. Ja, wat ik nu tot op heden heb gezien van de ideeën van Omtzigt, die zijn niet links of zo, maar die zijn iets meer links van het centrum. Niet waar? En nou ja, wat jij citeerde, wat die Valk schreef, daar heeft hij groot gelijk in. In feite is dit een soort terugkeer van het CDA, alleen onder een andere naam. Even kijken, dan hebben we alle politieke nieuws wel gehad. Oh ja, over Timmermans was nog de vraag van Thomas van Groningen van Op1. Die stelde die vraag aan Timmermans. Van, hij heeft natuurlijk goed verdiend in Europa. Kan iemand die zo welvarend is wel de leider zijn van een partij met sociaal-democratische waarden? Ja, waarom niet? Het is ook zo'n waan idee dat als je zelf in een keurig huis woont, dat je dan, betekent dat dan als je een linkse combinatie zou gaan leiden, dat je dan je huis moet verkopen en in een omgebouwd kippenhok in Boksel moet gaan wonen? Wat is er nou voor slap gelul? Ze hebben nu van die vervreemde ressentimentspraatjes, ik geef daar geen cent voor. Nee.
Bovendien wordt er wel, als die minister wordt, Kamerleden worden, als je alle emolumenten bij elkaar optelt, worden Kamerleden heel behoorlijk betaald. Ja. En hetzelfde geldt, mocht je minister worden, dat zit toch ook tegen de 2 ton. Met elke dag zijn particulier vervoer voor de duur, want je hebt een auto met chauffeur. Ik geloof zelfs dat je deels mag bepalen wat voor auto je wil hebben. Mm. Nou, ik vond het wel het antwoord van Artje Kuiken bij Op1, was hij ook de gast wel sterk. Ze zei van ja, Timmermans, en dat geldt ook voor mijzelf, zijn in armoede opgegroeid. En het laat ook zien hè, wat je dus door bepaalde stappen in het leven te zetten kunt bereiken. Dus dat hebben we alle twee ook laten zien. Ja, bovendien heeft met name de sociaaldemocratie heeft een lange, lange geschiedenis van allerlei rijke luistypes die een geweldige leiding hebben gegeven aan de sociaaldemocratie. Ja. En laten we zeggen, de Wiebouws van deze wereld. De was ook weer de politieke leiders met rode broeken, werden die genoemd. Mm. Ja, die kwamen vaak uit hele rijke milieus. Maar die hadden idealen en hebben zich ingezet voor de sociaaldemocratie. Mm. Het is een nogmaals. Binnenkort moet je gepatenteerd arm zijn en komen ze eerst onderzoeken. Hè? Of je wel niet te veel pindakaas eet, voordat je dan in de politiek iets mag doen. En moeten dan rechtse mensen per se ook allemaal Bentleys hebben enzovoort. Nogmaals, je particuliere situatie heeft in principe vrij weinig te maken met, als het goed is, je politieke doelstellingen, idealen en activiteit. Ja, ja. Het was nog wel interessant, Kuiken vertelde ook dat zij naar Timmermans toe was gegaan om hem te vragen om die combinatie te leiden. Dus zij is zonder Jesse Klaver, maar wel met zijn toestemming naar hem toe gereden om dat persoonlijk aan hem voor te leggen. Nou, ik vind het fijn dat hij het gedaan heeft. Het is natuurlijk lastig om iemand te vinden. Ik begreep ook dat hij bij die partijverkiezingen meer dan 90% van de stemmen had gehaald. Ja. Waarbij ik moet bekennen dat ik als partijlid helemaal niet gestemd heb. Ik dacht, hij wint het toch wel. Van een lamlende gestreek van Rutte. Ja. Er is een nieuw luisterboek. Het kerkteken kabinet Zijlstra is nu verdwenen. We hebben de verkiezingen van 67 gehad. Daarin vertelt Maarten van Rossum over alle naoorlogse minister-presidenten. Inclusief het tijdperk Mark Rutte. Ja, die waren historisch in de zin dat voor het eerst sinds het algemeen kiesrecht, man- en vrouwenkiesrecht was ingevoerd, de confessionele partijen niet langer een meerderheid in de Tweede Kamer hadden. Je downloadt het nieuwe luisterboek van ruim 3,5 uur via de link in de show notes. En in de podcast C-Level gaat het over de kwantumrevolutie. Na AI krijgen we de kwantumrevolutie. En wat dat betekent voor jouw leven, hoor je in de podcast C-Level. De link staat in de show notes.